Het WK baan in Kopenhagen. Daar moet minimaal een paar podiumplaatsen worden binnengehaald door de Nederlandse selectie van bondscoaches Wolf en Slippens. 5-9. Afgelopen week trainde de gehele selectie een laatste keer samen in Omnisport Apeldoorn. We focussen ons op de sprint, waar Teun Mulder en Willy Canis grote kans maken. It's your first year as a coach of the team. How is your Dutch? Yeah, the Dutch is quite well, so I understand nearly everything what the guys are talking to me, even if they talk about me. So that's a nice thing. But the active speaking, it gets better now, so... Doe eens een klein stukje. Een beetje. Praat een beetje Nederlands, so that's fine, but it's not quite well at the moment that I can get in some discussions, but after a few more months it will be all right. If we look at the World Championship, what are your expectations? Yeah, everybody was training very hard for the last 2 months and everybody got really good shape. So, of course, we expect some medals at the boys. From who? Yeah, of course, in the first line from Toyn. He's one of the favorites in the Kirin. He's also good for a medal in the kilo. And for the women, it's of course Willy. It's one of the favorites in the sprint, in the Kirin, and for the 500. We're going really hard for maybe trying to get gold in the team sprint for the women. That's a very hard goal for us. Ja, Teun, gelijk maar even heel concreet. Wanneer ben jij tevreden na het WK? Nou, als ik een medaille haal. Ik heb nu heel veel medailles gewonnen eigenlijk. En dit jaar is het gewoon weer het doel. Op de Kirin en op de kilometer maak ik zeker kans. Ik ga al voor medaille, dan ben ik tevreden. Als we even kijken naar vorig jaar, als jij daarmee terugkomt, ik geloof derde op de Keirin en zesde op de kilometer, ben je dan teleurgesteld? Nee, dan ben ik niet teleurgesteld, want dan heb ik toch weer de medaille gewonnen. Alleen de kilometer ben ik één keer wereldkampioen geworden. Heb ik eigenlijk iedereen verbaasd en eigenlijk hoop ik dit jaar weer op zo'n stunt. Vorig jaar was hartstikke goed, ik voel me goed, dus ik hoop dat ik daarop kan verrassen. Maar als ik één medaille win, dan ben ik wel tevreden. Ja, want als we kijken naar even de afgelopen maanden, het NK, heb je goed gereden, 3 keer goud, wereldbeker, ging goed. Ja. Is jouw vorm beter dan vorig jaar? De tijden zijn gewoon hartstikke goed, beter dan vorig jaar, maar je bent ook altijd afhankelijk van de concurrentie. Misschien zijn die nog wel gegroeid, maar ik voel me nu gewoon prima, de tijden zijn goed en dan moet je gewoon naar kijken en vertrouwen hebben. En met de keren ben je toch ook altijd afhankelijk van een beetje geluk en als het gewoon mijn dag is, dan is alles mogelijk. Ja, Willy, wat heb jij afgelopen seizoen gedaan om net die paar millimeters meer te hebben om dat goud te pakken? Hard getraind. We hebben ondertussen een nieuwe trainer. Werkt hartstikke goed en ik hoop dat dat straks de vrucht afwerpt. Heb je iets anders gedaan? Je doet altijd wel iets anders, maar niet heel drastisch ingrepen of zo, dat niet. Ik hoop dat de zomer gaat gebeuren en dat we dan nog verder doorgroeien voor volgend seizoen. Ja, want als we kijken naar vorig jaar het WK, natuurlijk een mooi zilver, was het net een heel klein stukje wat dan mist. Is dat iets wat je nog kan trainen waardoor je nu daar zekerder staat? Natuurlijk, maar of ik het nu al heb, dan weet ik niet. Het gaat wel heel goed, maar het is altijd afwachten hoe de concurrenten ervoor staan. Dus we weten het over 2 weken. Hoe zal de top 3 zijn op de Keirin en de kilometer? Op de Keirin verwacht ik dat Hooyer gaat winnen, want die is wel heel goed in vorm. En tweede verwacht ik Levi. En derde Mulder. En op de kilometer ga ik ook voor het podium. Maar ik denk dat Niemke dan de kloppenman is. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel.